Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. Ik ben vandaag best wel vroeg opgestaan. Want ik moest even Nessie naar Utrecht brengen om zijn nieuwe motor op te halen. Daar had hij echt veel zin in. Ik heb hem even geholpen. Ik heb gewoon natuurlijk mijn pyjama hieronder. Toen ben ik hem gaan brengen en ik ben net terug. Ik ga even snel douchen en me klaarmaken. Ik wil even weer krullen voor de verandering. En dan heb ik afgesproken met Marinke en dan ga ik daar naartoe. Ik heb net mijn haren gedaan. Ik ben me nu even snel aan het klaarmaken. Ik was al een beetje te laat. Toen heb ik de Marinke mij, dat is een half uur later is. Dus dat komt me heel goed uit. Ik ga me snel even klaarmaken. En dan een outfit zoeken. En ze is hier achter Friends aan het kijken. Hé Nessie. Hey. Als je op een Friends. Nessie is dus op de motor gereden van Utrecht naar Rotterdam. Hoe ging het, Nes? Ja, ging goed. Het was wel echt lang, man. Ja? Dit was een brug. Zo, mijn make-up en mijn haar is ready. Ik moet me nog even omkleden. Ik heb daar precies nog een kwartiertje voor. Maar voor ik dat ga doen, wil ik jullie nog even mijn nieuwe aankopen laten zien. Zo, ik ben even op de grond gaan zitten. Maar ik heb dus een nieuwe designer vintage tas. Ik heb nog nooit een vintage tas gehad, maar ik heb er eentje gescoord en ik ben er echt heel blij mee. Daar is namelijk echt een toffe website ontdekt en daar kan je echt heel veel mooie vintage spullen halen. Tassen, kleding, sieraden, schoenen, noem het maar op. Ik ben wel meer van de accessoires, dus ik zou niet echt vintage kleding of zo kopen. Maar ik heb echt heel leuke dingen gescoord. Ik had eerst een tas gescoord, dus die was als eerst binnen. Maar toen had ik daarna heel gauw weer twee sieraden ook erbij gescoord. En toen dacht ik, als ik ze allemaal binnen heb, dan laat ik ze allemaal even zien in een vlog. In plaats van elke keer een andere item. Maar ik ga jullie als eerst mijn designertas laten zien van Fendi. Ik heb dus een Fendi designertas gescoord. En ik heb hem echt voor een heel leuk prijsje gescoord. Hij was echt letterlijk 10 minuten op de website toen ik hem had gekocht. Even een weekje mee bezig of zo, want ik wil heel graag eigenlijk een saddlebag van Dior. Ik had hem bij Paris Hilton gezien, echt zo begin 2000 of zo. En toen dacht ik, ik moet echt die vintage Dior tas hebben. Maar ik heb die niet echt kunnen scoren. Tenminste, niet voor de prijs die ik wou. En toen zag ik deze van Fendi. En normaal gesproken zijn ze allemaal bruin. Ik wil eigenlijk de bruine versie, maar die heeft, die heeft zilveren details. En ik heb toch liever goud, want ik draag gewoon goud. Dus ik heb deze zwarte gescoord met gouden details. En het is echt mijn lievelingstas. Hij is zo handig. Ik heb hem wel iets versteld waardoor hij iets minder mooi is. Want in principe hoort hij hierop te staan. Maar ik ben echt zo klein dat het bij mij gewoon dan te laag is. Dus ik heb hem toch wel versteld. Hij is echt heel mooi. Hij heeft dus een voorvakje hier waar ik mijn sleutels in doe. Hij heeft een achtervakje hier waar ik mijn mobiel altijd in doe. En hier in het midden doe ik eigenlijk mijn portemonnee en mijn lipgloss en alles erin. Dus echt mijn lievelingstas geworden. Hij is super handig. Dus dit is mijn nieuwe designer vintage tas. Ik ben echt zo blij met de sieraden die ik heb gescoord. Je wil niet weten. Ik heb hier echt heel veel moeite voor moeten doen. Ik heb echt letterlijk dagenlang gewoon elke keer opnieuw gescrolld voor nieuwe items op de website. Want deze gaan echt super snel en zijn helemaal niet zo goedkoop eigenlijk voor vintage. Want de tas heb ik echt best wel voor een leuk prijsje kunnen scoren. Maar de sieraden vond ik nog best wel prijzig. Maar ik heb de sieraden van Dior gescoord. Ik heb een armband gescoord met de logo. Die CD logo zeg maar. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien nu. Kijk, dit is de armband. En ik vind hem echt zo tof. Zo, even kijken. Dit is de armband. Hij is maar iets te groot. Hij is natuurlijk vintage, maar dat moet ik even verstellen. Maar ik vind hem echt zo mooi. Ik ben hier echt zo verliefd op. Het liefst scoor ik nog zo'n armbandje en dan draag ik het als een paar. En ik heb een ketting van Dior gescoord waar ik echt super blij mee ben. Want ik wil eigenlijk die choker halen van Dior. Maar toen dacht ik, letterlijk iedereen heeft die nu. En het is zonde om zoveel uit te geven aan een ketting die iedereen heeft. Dus ik wil eigenlijk een soortgelijke ketting. Maar dan gewoon vintage dat ik net een andere soort ketting heb. Ja, dat vond ik gewoon net iets leuk om een ketting te scoren die niet iedereen heeft. Maar dan toch wel van Dior. Dus ik heb deze ketting gescoord van Dior. Even kijken hoor. Ik doe het even anders, omdat het anders niet lukt. Hij wou niet focussen, maar dit is mijn nieuwe ketting van Dior. Ik heb ook een doosje en alles bij gekregen. Ik ben hier echt zo gek op. Hij is echt zo mooi. En ik heb hier ook best wel wat van moeten betalen. Hij was best wel prijzig, maar ik ben hier echt heel erg blij mee. En ik ben toch wel blij dat ik niet voor de nieuwe choker ben gegaan, maar gewoon voor een andere. Ik heb hem nu om. Ik vind hem echt heel erg cute. Ik ben echt blij mee.
heb even snel omgekleed. Ik heb een nieuwe shirtje aan van Boohoo. Ik vind deze kleur echt zo mooi. En natuurlijk mijn nieuwe Fendi tas. En ik laat jullie even zien wat ik hieronder aan heb. En ik heb hieronder lekkere fijne grijze joggers aan. Ik weet nou niet of ik dit zo moet doen of een beetje zo losjes moet doen. Ik heb mijn nieuwe grijze jas erboven. En ik doe even mijn nieuwe parfum op van Chanel die ik van Nessim heb gekregen voor mijn verjaardag. Oh, deze ruikt... Deze ruikt zo lekker, niet normaal. We hebben afgesproken bij het Lloyd Kwartier, bij Stroom. En ik heb er echt zo lang over gedaan, niet normaal. Normaal gesproken doe ik er echt 20 minuutjes over. Het was zo fucking druk op de weg. Ik heb er echt een kwartier extra over gedaan. Nu kom ik alsnog te laat daaraan. Ik wou hiervan. Maar ja, goed. Ik moet ook nog denken, zie ik. Het is wel lekker weer vandaag. Zonnetje schijnt. Bij Stroom met Marink. En kijk dan, ik heb gewoon een cadeautje gekregen van Marink voor mijn verjaardag nog. Zo schattig. Ze heeft gewoon zo'n kleine Narciso parfum gekocht van mij. Even kijken. Ik heb een... Hoe heet het ook weer deze eitjes? Ex-Benedict. Oh ja, ik heb ex-Benedict, maar ik mag brood niet eten. Dus ik eet het even los. En Marink heeft een tartaartje. Lekker. Ik ben hier echt zo happy mee. Zo cute. Jongens, het ziet er heerlijk uit. Ik heb zo'n voetbal genomen voor de verandering. Zonder chocola en zonder granola. Ik ben klaar met lunch. Het was echt heerlijk. Ik heb echt nog nooit zo'n acai bowl of zo'n voetbal gehad. Maar ik vond het echt zo lekker. Dat ga ik echt vaker nemen. Ik heb besloten om vaker fruit te eten. En is ook heel goed voor mij en voor mijn darmen. Dus dat is wat we gaan doen. Deze jas is ook echt zo fijn. Zo lekker fluffy. Ik hou echt van die teddycoats-achtige jassen. Ik wilde nog meer en meer en meer. En ik vind deze kleur ook echt wel mooi bij me staan eigenlijk. Zo, net bij de garage geparkeerd met echt de lelijkste belichting ooit. Ik heb een paar dagen geleden gehoord. Tenminste, dat heeft Selina zelf aangekondigd. Dat ze gaat optreden bij de EMA's, moet ik zeggen. Want ik dacht dus EMA's. Dat ze dus haar nieuwe singles daar gaat optreden. Dat ze haar nieuwe singles daar dus gaat doen. En ik wou er echt zo graag naartoe. Maar ik dacht dus eerst het had over EMA's in Sevilla. Die vandaag al zijn geweest. Nee, gisteren waren ze. Of eergisteren was het al geweest. Dus ik dacht ik fix gewoon wat om naar Sevilla te gaan. Dan kan ik haar zien. Maar het ging dus niet om de EMA's, maar de EMA's. Dus dat gaat niet lukken, want het is helemaal in Amerika als het goed is. En daar baal ik echt zo erg van, want ik wou daar echt gewoon heel graag bij zijn. Ik ben helemaal into Selena Gomez en ja, ik vind haar gewoon helemaal top. Ik vind het echt gewoon zo, ten eerste een heel mooie vrouw. Ten tweede een heel slimme vrouw. En ik vind de manier hoe zij zeg maar dingen ook brengt en deelt en zo vind ik echt gewoon in deze tijd gewoon... Wauw, gewoon. Weet je, ik volgde denk ik gewoon... Ik volg soms een beetje nutteloze mensen. Tenminste, beroemdheden heb ik het over, hè. En dan volg je op een gegeven moment iemand die best wel normaal is als beroemdheid. Zoals een Selena. Dan denk je van, wow, dat bestaat ook nog. Omdat ik gewoon die mensen eigenlijk helemaal niet volg. Waarschijnlijk omdat mijn interesses daar ook niet lagen. Omdat ik ze niet interessant genoeg vond. Maar ik merk dat ik juist de normale mensen nu heel erg interessant vind. Maar wat ik ook heel erg gek vind. Dat ik in mijn hoofd dacht dat Selena nog eens 18 is. Maar ze is zeg maar ze is 27 of zo. Dat wist ik ook helemaal niet. Echt gek zeg maar. Maar yes. Nou, dat was in het kort even mijn obsessie met Selena met jullie. Awkward. Weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn nieuwe parfum die ik van Marink heb gekregen. Weet je wat echt cute was? Ik heb deze gekregen en ze zei van elke keer als ze deze parfum dus ergens ziet, dat ze dus aan mij denken. En dan vond ik echt zo cute. Ik hou van zulke cadeautjes. Even lekker spuiten. Oh, lekker. Ik ben alweer een tijdje thuis. Mijn haar even vastgedaan. Nessie is even in slaap gevallen. Ik moet hem over een half uurtje wakker maken. Ik heb even 24 Kitchen opgedaan. Want ik ga nu even de keuken schoonmaken. En dan ga ik koken. En ik heb nog niet echt inspiratie of zo. Maar ik hoop even dat Jamie Oliver mij daarbij gaat helpen. Ik ben sowieso leuk. Ik heb even tabletjes ingeslikt. Er zitten nu echt een paar grote tussen. Ik ben echt sowieso leuk ervan. Ga ik even deze rotzooi hier opruimen. Oh, ik haat het. Ik ben naar de supermarkt geweest. Ik heb van die snack komkommertjes gehaald.
Ik heb spitskool gehaald, tomaatjes, broccoli en citroen. Ik wil vandaag garnalen maken met broccoli. En ik moet denk ik voor Nessie mijn rijst erbij maken voor mezelf. Maak ik gewoon even een slaatje erbij. Ik heb even de spitskool hierin gedaan en nu ga ik de dressing maken. Ik wil even een dressing maken zonder zuivel erin. Geen yoghurt, maar olijfolie, citroen en mayo, frietsaus. Heel veel mensen denken dat hier dus zuivel in zit, maar dat zit er dus niet in. Want het is gemaakt eigenlijk van eigeel en nog heel veel ingrediënten, maar geen zuivel. Zo, nu even citroen persen. Dan doen we de citroen bij de mayo. Dus één hele citroen. En nu komt er olijfolie bij en pieslook. En als laatst zout. Dan heb je dit. En dat doe ik hier overheen. Ik doe er niet zoveel in, want ik wil er niet een soort van koolslag van maken. Want hier komt nog komkommer, tomaat en olijven erbij. Zo, komkommer en tomaat zit erbij. Olijven. Dan heb je dit. Het gaat even in de koelkast. Ik moet nu even alleen broccoli nog even koken en garnalen bakken. En dan ben ik echt klaar. Eerst ga ik even starten met de rijst te bakken. Dan duurt het langst. En daarna pas de groenten en de garnalen. Bak de garnalen even in een pittige tomatensaus met peterselie en uitjes. En dan doe ik hier de gekookte broccoli bij. Zo, dit is Nessim's bord. Lekker met rijst, garnaaltjes, broccoli en salade. En dit is mijn bord. Zo zielig. Broccoli met garnalen. En wel lekker een grote bord sla. Heerlijk. We hebben gegeten. Nessim is net klaar met douchen. Dus ik ga nu even lekker douchen en dan ga ik daar lekker op de bank pleuren. En ik ga vandaag gewoon heel veel gemberthee drinken, want mijn buik is zo rustig. Niet normaal.